vredestreek! Die los aan vrede! Vredestreek! Die los aan vrede! Olé, 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 olé! DNA, we zijn er weer! Ja, de kerst verloren tijd! Gaat de staking morgen door? We hebben de leden opgeroepen voor morgenochtend, 8 uur. En we gaan ze dus informeren over het gesprek wat we daarnet hebben gehad. Is het een vruchtbaar gesprek geweest? Ja, vruchtbaar is een groot woord. We hebben een gesprek gehad die zou moeten leiden naar een oplossing, ja. Is de oplossing in zicht na dit gesprek? Nee. De oplossing is nog niet in zicht. Er moet gesproken worden. Dat is wat wij hebben gezegd. We moeten weer naar de onderhandelingstafel. En wij zullen dus eerst vertellen aan onze leden wat de voorzitter precies heeft gezegd. Maar wanneer vandaag die oplossing niet komt, dan kunt u weten dat wij als oppositie wel morgen de zaak gaan bekijken van hoe wij ervoor kunnen zorgen dat die oplossing zo snel mogelijk komt. En als we u moeten ondersteunen, dan zullen we dat ook doen. Maar even een lukt idee, dan maar dat we dit lang doen. Als die oplossing niet komt, zoals collega Rusland gezegd heeft, dan zijn we morgen fysiek aanwezig met u om die oplossing af te dwingen. Maar we vinden nu dat de Maktaki, het is politiek of niet politiek, maar morgen nemen wij van de oppositie het over. We gaan samen met u de zon trotseren, omdat wij vinden Asarikba. No, na winangayo. Wij van Partij Lahore gaan ook strijden met u. En het doel waarvoor u strijdt ook bereiken. En morgen staan wij ook naast u. Samen staan we sterk. Wij staan achter uw actie omdat het gaat om een belofte die gemaakt is. En de belofte wordt niet nagekomen. En we vinden dat er nu geen tijd meer te verliezen is, maar dat er gehandeld moet worden. Ik wil u sterkte toe wensen en we gaan ervoor om oplossingen te vinden. Van uw kant, maar ook vanuit het parlement zullen we ons inzetten. Dank u. We rekenen op jullie. We rekenen op jullie. Echt bonus. Jullie toch?